2 uur het NOS Radio Nieuws. De veranderingen in de sociale zekerheid bedreigen volgens de Industriebond FNV de koopkracht van de mensen. Als de regering er niet voor zorgt dat de lasten worden verlicht, moeten de werknemers meer gaan verdienen. Eind dit jaar bekijkt de Industriebond FNV of er meer loon moet worden gevraagd. De bond ziet overigens liever dat er meer banen bijkomen. Meer mensen aan het werk betekent meer premies en dan blijft alles betaalbaar, zo vindt de Industriebond FNV. De Nederlandse visserijvloot is het afgelopen jaar weer wat kleiner geworden. Ook daalde het aantal werknemers in deze sector. Er werken nu ruim 2700 mensen in de visserij. In 1988 waren dat er bijna 800 meer. Uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut blijkt dat het voor het eerst sinds 1992 weer wat beter ging met de kottervisserij. Nederland blijft ondanks de inkrimping van de vissersvloot een van de belangrijkste visexporterende landen van Europa. Bij het Indisch monument in Den Haag zijn de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Vandaag is het 51 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Japanse bezetting. Tijdens de bezetting zijn zeker 127.000 mensen omgekomen in kampen en bij de aanleg van de Burma-spoorweg. De Indonesische oppositieleidster Megawati is blij dat ze niet meer zal worden verhoord. De Indonesische autoriteiten hebben haar vanochtend nog aan de tand gevoeld, maar daarna heeft Megawati te horen gekregen dat ze zich niet meer hoeft te melden. Aanvankelijk beschouwde de Indonesische regering haar als een van de belangrijkste aanstichters van de rellen van de afgelopen weken in Jakarta. Maar de Indonesische regering ziet Megawati nu niet meer als schuldige en zegt dat leden van haar partij op eigen houtje onrust hebben gestookt. Bij de rellen in Jakarta zijn zeker 4 doden gevallen. Het weer, het KNMI verwacht vandaag in het oosten nog een enkele bui. Morgen is er wat meer zon en wordt het ongeveer 22 graden. Tot zover het nieuws. U luistert naar Radio 5. In de maand augustus wordt er geruild op Radio 5. TROS, RVU, Humanistische Omroepstichting en NCRV zenden elkaars interviewprogramma's uit. Andere stemmen dus op vertrouwde tijden. Het is bijna 2:03. Vandaag in kleur bekennen dus niet Martin Simek, maar een aflevering van het NCRV-programma Het Gesprek. Teun-Jan te Bak sprak op 4 augustus vorig jaar met Selma Sneevliet. Selma Sneevliet, wier vader communist was, heeft jaren in Rusland gewoond en daar een boek over geschreven.